Beste mensen, het is 7:30 geweest. Ik begrijp uit uw bezig zijn dat het een gezellige avond is. En het is natuurlijk altijd gezellig in de commissie, zeker in de rekeningcommissie. U bent uiteraard van harte welkom. Er zijn ook mensen thuis, denk ik, die meekijken en meeluisteren. Die maken ook iets van onze gezelligheid mee. De opening is bij deze gebeurd. Vaststelling van de agenda. Hij zit redelijk strak in elkaar, maar is er nog behoefte om er iets aan toe te voegen? Ervan af kan vrijwel niet. Niet? Dan gaan wij deze agenda zo afwerken. Dan ben ik er toe aan agenda punt 2, toelichting van accountant. En uiteraard wordt eerst accountant de heer Bouman van harte welkom geheten. Leuk u weer te zien bij onze jaarlijkse ontmoeting. Sommigen hebben er ook met plezier naar uitgekeken, dus die verwachten heel wat. U zult aan de hand van uw rapportage het een en ander toelichten en ik wil u graag het woord daartoe geven. Gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. Ik ben nu waarnemend voorzitter, zie ik in mijn scherm. Wat een eer. Maar dat komt ligt aan het kaartje, geloof ik. Ja, jaarlijks inderdaad terugkerend. Goed om hier te zijn. Ja, misschien zoals u gewend bent, het accountantsverslag toelichten aan de hand van het dashboard. En als u vragen heeft, dan hoor ik het wel. Misschien eerst even over het proces. Ja, dat is ook al een beetje een terugkerend iets sinds de controle van 2015. Is dat het nog niet af is. En dat is natuurlijk altijd wel wat vervelend. En dat heeft alles te maken met het sociaal domein. BVO of RSJ is nog niet afgerond. Ja, verwachten wij daar heel veel problemen? Nou, dat weet ik niet, dat denk ik niet. Maar ja, wij houden altijd een slag om de arm. Laatste signalen zijn wel dat eind deze week nou ja, de controle daar ongeveer afgerond zal zijn. Nou, laat ik een beetje slag om de arm houden, misschien dan volgende week. We moeten nog een review uitvoeren. Hè? Dus zij hebben de controle van de jeugd met name gedaan. En wij plannen dan een afspraak, kijken of ze hun werk goed gedaan hebben en of dat allemaal goed aan te sluiten en te controleren is. En dan kunnen wij ook afronden. Dus nou, ik denk dat de deadlines verder, deadline uiteindelijk om indienen van de jaarrekening is 15 juli. En jullie zullen ergens nog wel een keer eind juni of juli een vergadering hebben. Dus dat moet allemaal wel te halen zijn. Het is vervelend, maar het is even niet anders, denk ik. Nou, misschien dan over de rest van de controle. Ja, als je naar de overige punten kijkt, dan zeggen we dus eigenlijk van ja, we hebben bijna geen bevindingen, zou je kunnen zeggen. Maar dat komt ook omdat er een aantal correcties wel zijn geweest. Nou, kijkend naar de correcties, dan hebben we een aantal dingen in de grondexploitatie zijn er nog aangepast. En er is een afschrijving, er is een systematiek rondom afschrijving aangepast. Wij constateren, zowel bij Oma als Hardenberg overigens, maar dat daar een systematiek was dat de restantboekwaarden lager dan €10.000 ook maar ineens werden afgeschreven. En wij zeiden, ja, dat is niet heel stelselmatig. En had toch nog best wel een effect, dus dat hebben we terug laten draaien. Goede nieuws is uit de spendanalyse, we hebben afgelopen jaren ook wel eens een paar keer discussie over gehad. Hè, dus hoe leef je je Europese aanbestedingsregels na en kun je dat aantonen. Dat daar dit jaar voor Oma geen bevindingen in zijn. En dat is denk ik mooi en goed om te constateren. Ik kreeg bij Hardenberg de vraag van hoe zit het dan met de BOH? Ja, daar zit wel een beperking op. Nou, daar kan ik het hier eigenlijk niet zozeer over hebben, hè, want dat is natuurlijk via het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de BOH, zou je kunnen zeggen. Ja, vroeg of laat, hè, met de opheffing van de BOH zitten de inkopen die daarin zitten, kunnen natuurlijk wel weer richting de gemeente komen. Dat is misschien goed om dan te melden. Nou, kijkend naar de grondexploitatie. Er is best wel veel discussie geweest het afgelopen jaar. Een nieuwe systematiek van hoe je naar de waardering en winstneming van gronden kijkt. En daar waar, nou, ik denk wel 80% van de gemeente de afgelopen jaren altijd pas winst nam pas winst ging nemen op het moment dat de opbrengsten groter waren als er nog te maken kosten. Dus heel voorzichtig zou je kunnen zeggen. Ja, is toch langzaam maar zeker met de notitie grondexploitatie 2016, daar stond er nog eens een aanbeveling in. Langzaam maar zeker in 2017, naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, zijn er allemaal vragen gesteld over, ja, moet je dan de percentage of completion methode toepassen of niet? Werd langzaam maar zeker duidelijk dat er een nieuwe grondslag kwam. En dat is eigenlijk de percentage of completion methode is eigenlijk een systematiek waarbij je zegt van nou, ik neem de gemaakte kosten deel ik door de geraamde kosten en ik Ik deelde de gerealiseerde opbrengsten door de verwachte opbrengsten. Die twee percentages vermenigvuldig ik en dat is mijn voortgang van het project. En dat percentage pak ik ook al van mijn winst, die weliswaar dan nog niet binnen is. Maar ja, dat noem ik wel de procentuele winstneming. En dat levert bij alle gemeenten op dit moment die wij controleren toch wel een forse winst op. Is iets minder voorzichtige systematiek, is in het bedrijfsleven overigens wel uitermate normaal, wordt die gehanteerd. Is een veel gebruikte methode, maar is voor gemeenten net even weer wat nieuw. Dus dat levert een effect op toch van bijna 560.000 euro extra winst nemen. Ja, en daarnaast zagen we wat positieve ontwikkelingen op de Rotbrink, waardoor ja, de voorziening die daar stond eigenlijk inmiddels alweer wat te hoog was. Nou, die effecten hebben allemaal, en dan kijk ik even naar de rechterkant van het dashboard, hebben tot een behoorlijk resultaat geleid natuurlijk. Nou, dat is enerzijds wel fors, zou je kunnen zeggen. Anderzijds kun je hem ook uit deze aspecten kun je hem goed verklaren. En nou ja, kijkend naar de financiële positie, met dit resultaat zie je wel duidelijk zowel de solvabiliteit, schuldquote, maar ook weerstandsmotie. Je ziet alle de kerngetallen even wat beter worden. En dat is denk ik op zich nog wel weer plezierig. Ja, dan tot slot. Dat zeggen we ook altijd van kijkend naar zowel de status van de controle, de bevindingen die we hebben en ook kijken naar de financiële positie waar ik nu wat over gezegd heb van wat is dan nog het aandachtspunt voor volgend jaar. Nou, we hebben 3 op een rijtje gezet. Ik weet niet of dit de volgorde per se hoeft te zijn, maar ondanks het feit dat we nu geen bevinding hebben ten aanzien van de Europese aanbestedingsregels, constateren we nog wel heel vaak dat er nog een soort gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule rondom inkopen. En dat geeft toch wel een beetje aan dat er af en toe toch nog zeg maar een cultuur is van hey, wij willen graag afwijken van de inkoopprocedures. En dat kan best wel eens een keer weer leiden dat de inkoop die misschien in dat geval nog onder de grenzen is, toch wel weer fout zou kunnen gaan. Dus dat is toch nog wel een soort waarschuwing van ja, probeer ook die hardheidsclausule, die afwijkingen, probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Ja, en het allerbelangrijkste van deze 3 is wat mij betreft toch wel de ontvlechting van de BOH. Bij deze jaarrekeningcontrole, nou, je zou kunnen zeggen nog niet heel extreem gemerkt, maar we zagen toch al wel een aantal mensen die vertrokken, posities die anders bezet werden. En wij zien toch wel een risico dat op het moment dat deze ontvlechting, ja, je kunt er verder niet zoveel aan doen, maar het is wel zo, maar dat de ontvlechting op het moment die plaatsvindt, dat nodige consequenties gaat hebben voor de bedrijfsvoering en wellicht ook wel voor de controle van de jaarrekening 2018. Dus wij vragen daar zeker wel aandacht voor. Dat is denk ik niet zozeer voor u als raad, maar meer ook wel voor het college. En hopen dat daar tijdig maatregelen genomen worden zodra wat meer bekend is over hoe dat dan precies uit gaat pakken. Nou, en tenslotte het sociaal domein. Hè. We moesten nu weer wachten. We moeten nu weer wachten natuurlijk op de BVO, RSJ. Het is toch wordt steeds belangrijker om ook in je eigen proces vast te stellen dat de zorg die je verleent ook daadwerkelijk, dat daar prestaties en dingen voor zijn gebeurd. Dat is denk ik iets wat je nog verder moet inbakken in je eigen processen. Voorzitter, dat is wat mij betreft de samenvatting aan de hand van het dashboard. En er staat natuurlijk meer in ons verslag. Of als u zegt van ja, je zegt een aantal dingen, maar ik snap het niet helemaal, dan hoor ik het graag. Dat ga ik zeker niet zeggen, maar misschien zijn er commissieleden die... Wie heeft naar aanleiding van het zojuist gehoorde dan wel de stukken zelf vragen? Ik begin bij de heer Mors, gaat u gang. Ja, dank u zeer, voorzitter. Uiteraard, inkoop heeft mijn interesse. En ik las dus ook uw opmerking dat de gemeentelijke inkoopregels regelmatig voorbij worden gegaan door middel van die hardheidsclausule. Wij hebben bij het vaststellen van het inkoopbeleid juist voor diensten en adviesbureaus hebben het teruggebracht van 50 naar 25.000 euro. Hebben wij dat nou voor niets gedaan of wordt er echt gehandhaafd of wordt het telkens afgeweken? Wat is uw bevinding daarin? Nu ben ik de stip. Ik begin waarnemend voorzitter. Het is even belangrijk om te melden dat wij, als accountant controleren wij de Europese aanbestedingsregels. Hè. Dat is in het normenkader ook. En de interne aanbestedingsregels die zijn niet aan ons om te testen, zeg maar. Hè. Dus in hoeverre de interne regels worden nageleefd. Dus als u zegt, ja, wij hebben dat verlaagd van 25 naar 50, nou, prima. Of net andersom, hè, verhoogd van 25 naar 50. Dat heeft u ongetwijfeld niet voor niks gedaan. Alleen de vraag is van, ja, soms kom je daar ook boven. En dan mag het college daarvan afwijken. Nou, wij zeggen wel, als dat Nou, wel vaak gebeurt, wat ons opvalt en wat ook volgens mij uit de interne controle wel is gekomen. Dan zeggen we wel, ja, daar zit iets van een risico in. Want ja, waarom gebeurt dat zo vaak? Waarom gebeurt dat zo frequent? En dat zou ook best eens kunnen betekenen dat dat dan toch... nou ja, dat daar wel eens iets mee opgelost wordt of op een andere manier. Dus wij denken wel, hey, is dat een soort cultuur of gedrag dat je ook binnen de aanbestedingsregels dat toch niet wil? En ja, hoe kijken budgethouders daartegen aan dan? En ja, kan dat ook weer eens een keer toeleiden dat je de Europese regels niet naleeft? Dat is een beetje het signaal wat we willen geven, zonder dat we dat nou uitgebreid ja, zelf getoetst of gedaan hebben wat allemaal de oorzaken daarvan zijn. Dat kan ik u niet direct aangeven, maar wij hebben het wel gezien uit de interne controles. Dank u wel. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had in feite eigenlijk helemaal geen vraag. Totdat u een opmerking maakte over het onderwerp sociaal domein. Daarin gaf u aan dat er nog naar gekeken wordt over rechtmatig geleverde prestaties. Nu hebben we hier dus de aanbevelingen staan. Komt er een supplement op deze aanbevelingen nog? Als u dat straks klaar heeft. Ja, eigenlijk hebben we alle teksten rondom sociaal domein staat er eigenlijk nog niet in. Hè? Dus, nee, nee, maar ik bedoel, u geeft nu een top 3 aandachtspunten. Daar staat sociaal domein genoemd, maar niet verder ingevuld. Als het nou straks klaar is, krijgen we dan nog een aanvulling die inhoudelijk ook ja. Body krijgt. Het ja. Gaat het sociaal domein. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Heer de Ruiter. Dank u wel. Ja, ik heb... eigenlijk een opmerking, en ik geloof dat ik namens een aantal meer spreek, als het gaat om het tijdstip van doorsturen van deze stukken. Want we kregen vanochtend de beantwoording en ook het accountantsverslag. En dat is toch wel een beetje aan de krappe kant. Dus ik weet niet wat daar de oorzaak van is, maar graag in de toekomst iets eerder. Wie? Nou ja, dan geef ik liever eerst het college het woord, denk ik. Het college neemt de verantwoordelijkheid, hoor ik. Gaat u gaan. Ja, de observatie is volstrekt juist. Wij stonden er ook van te kijken. En soms gaan dingen op een hele verkeerde manier fout. En hoe ging dat? We hadden natuurlijk best zorg of de technische vragen op tijd zouden kunnen worden geantwoord. En wat we vaststelden was vorige week dat de afdelingen met extra hard werken het meer dan op tijd klaar hadden. En toen is het elektronisch fout gegaan. Tussen zeg maar organisatie, bestuur en Griffie. Iemand had er op de knop moeten drukken en dat is nagelaten. En daar neem ik uiteraard wel de verantwoordelijkheid voor. Dat is uiteraard heel spijtig. En we hopen dat desalniettemin het gesprek niet ernstig hoeft te belemmeren. Wij hebben ons best gedaan om het zo snel mogelijk tot ons te nemen. Dank. Ik zit even te twijfelen of ik daar nog zelf een vraag over moet stellen. U zegt ambtenaren dan wel Griffie. Als de Griffie is, kan ik naast mij kijken en zeggen, was het de Griffie? Je moet er iets van zeggen dan. Het samenspel. Het samenspel. Ja. Het samenspel. We hebben het verstuurd maar middag. Vanmorgen om 9 uur heeft de Griffie doorgestuurd. Laten we het daar maar bij houden. Wie heeft er nog meer vragen? Niemand. Dan hebben we agenda punt 2 gehad. Ik dank u wel voor uw inbreng. En ik moest op een fatsoenlijke manier zeggen dat u wel mag vertrekken. Ja, dank u. Ja, hoor. Ja. Goedenavond. Tot ziens. Gaan we door met de agenda. Zijn we bij agenda punt 3. Afdeling besluitvormend advies aan de Raad. Jaarstukken 2017 en resultaatsbestemming 2017. Annex 6e wijziging van de begroting 2017. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Baak, ik ga het rijtje af. Ik kom vanzelf bij u, meneer Middelkamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij komen in de behandeling in de Raad wel terug bij een aantal zaken. En ja, toch ook nog even de opmerking makend van ja, de beantwoording van de vragen. Als we die nu pas binnenkrijgen en de controleverklaring ook, dan is dat rijkelijk laat. Dus voor ons geen bijdrage vanavond. Het was er wel een. Dank u wel. Heer Middelkamp, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, In de jaarrekening staat een, althans zo hebben wij het gelezen, een actie geformuleerd voor de leden van de gemeenteraad. En die actie die gaat in de richting van dat wij geacht worden een omschrijving te geven wanneer een overschrijding van begrote lasten, tot in welke mate dat passend is. En in deze context hebben we zo dadelijk nog een vervolgvraag over onze technische vraag waar we vanmiddag pas de beantwoording van zagen, maar dat komt zo dadelijk. Hebt u een plaats waar dat staat? Ja hoor, als u dat wil weten, bladzijde 54. En de vraag is eigenlijk, hè, want dit was tot nu toe zeg maar de inleiding op de vraag. De vraag is of, en dit had ook volgende week dinsdag gekund, maar ik leg hem nu alvast neer. In hoeverre de portefeuillehouder daar ideeën bij heeft hoe we dit gaan aanpakken. Wilt u dat wij, of verwacht u van ons dat wij een amendement gaan schrijven? Komt u zelf met een voorstel waar we over kunnen discussiëren? Dus hoe kijkt u naar de invulling van het actiepunt? Of het is helemaal geen actiepunt en het is anders bedoeld en dan horen we dat ook. Het staat ergens op de bovenste helft van de pagina, zo uit mijn hoofd. Dan voorzitter, over het programma Interactief Ommen. Daar hebben we een technische vraag gesteld. We hebben daar inderdaad wat rijkelijk laat, maar het was maar één vraag. Dus dat was nog net te behappen voor het eten. Hebben we een beantwoording gehad die lijkt uit twee delen te bestaan. Het eerste deel is in het vakje van de vraag opgenomen. En daar staat het woordje helaas in. En daar zou je uit kunnen afleiden dat er misschien een foutje gemaakt is bij het onderwerp. En in het tweede gedeelte, waar staat dit is de beantwoording, staat dat het programma Interactief Ommen duidelijker te volgen en te interpreteren zou zijn. Maar onze vraag was, hoe kan je het verschil van €597.000 aan ons verklaren? En daar hebben we geen antwoord op gehad. Er staan wel wat getallen in. Maar dat is bij lange na niet, zoals wij het interpreteren, een verklaring voor dat verschil. Dus alsnog bij deze de vraag, voorzitter, of daar duidelijkheid in gegeven kan worden. Dan tot slot, voorzitter, een drietal puntjes die te maken hebben met de begroting, dan wel jaarrekening van de BOH. Ik neem aan dat dit agendapunt nu meteen meegenomen gaat worden, of dat u dat zou willen scheiden. Voorzitter? Dat is apart. Dat is apart? Ja. Oké. Dan waren dit onze vragen, voorzitter. Dat begrijp ik. Heeft de wethouder het liefste dat we eerst de rij afgaan? Of... Ja. Dan gaan we de rij af. De heer Mors misschien? Ja, voorzitter. Bij het lezen van de stukken zijn we eigenlijk op een paar dingetjes gestuurd. En uiteraard nemen we dat ook mee naar volgende week. Misschien neigt het in de richting van een technische vraag die we eerder hadden moeten stellen. Maar op pagina 46, daar staat dat er een paraplu-plan parkeren is. En ik heb van een aantal mensen die nu woonachtig zijn in de Vierlanden begrepen dat dat daar niet aan is voldaan. En tevens lees ik ook op pagina 101 vol trots dat er 100... Is het de slag of bij de rekening? Haal ik het nu door elkaar? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Okay. Op pagina 101 lees ik ook dat de vol trots de hondenbelasting €10.000 heeft, meer heeft opgeleverd. En ik lees ook dat bij de moties en amendementen dat die zijn uitgevoerd. En ik vraag mij af of dat daadwerkelijk ook gedaan is conform wat wij destijds op 22 juni hebben besproken. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Legans, ga de gang. Voorzitter, ik heb slechts een paar praktische vragen. De eerste is, wij hebben inderdaad de antwoorden vanochtend gekregen, maar het is altijd goed gebruikt dat ze ook onmiddellijk doorgezet worden naar Notibox. Daar zitten ze niet in. Ik heb al gerefreshed, dus het kan aan mij liggen, maar dat zou wel handig zijn in het voorbereiden van de stukken voor volgende week. Dan de tweede praktische vraag is... wij hebben dus nu, kijk, de VOV-fractie heeft nog tijd gehad om antwoorden op de technische vraag te bekijken. Hoe lossen we dit nu op? Want wij willen ons volgende week beperken tot de politieke inhoud en niet weer doorvragen op onze technische vragen komen. Hoe gaan we dit nu oplossen? De vraag is aan mijn rechterkant voor u de linkerkant gehoord. En ik krijg van de griffier... Ja, verder niks, want wij hebben dus... kreeg van het griffier de technische tip verversen. Heb ik net gedaan. Dan verschilt uw iPad van die van de griffier. Zeg je? Kastje leeg. Kastje leeg is ook. Goed, dat wordt intussen opgelost. Heer Moerman. Voorzitter, ik kom er ook volgende week in de raad op terug. Dank u wel. Gaat u aan. Voorzitter, met name voor het stuk overzicht baten en lasten 2017. Pagina 22 tot en met, nou, ergens in de 60. Als je dat probeert te lezen, dan zit je nog wel eens een keer je af te vragen in welke paragraaf ben ik nog eigenlijk bezig, met welk product. En met andere woorden, waar we in de hoofdlijnen wel het nummer van het product aangeven, of het subproduct, doen we dat daar bijna niet. En met name bij de toelichting van de subproducten zou ik bijna zeggen, dan valt dan wel baten en lasten valt dan heel sterk op, maar niet zozeer nogmaals welk product. Met andere woorden, zet dat productnummer ervoor. Bij mijn weten is dat zelfs voorschrift. Ben ik duidelijk? Ja. Oké. Okay. Ik hoop tenminste dat de wethouder begrijpt. Nou, dat is de vraag? Dat was de vraag. Ja, dank u wel. Christine Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij komen ook volgende week terug op een aantal zaken. En dan gaan we ook in de tussentijd even de antwoorden goed bekijken en kijken of we daar nog op terug moeten komen. Ik dank u. De wethouder, gaat u gang. Ja, dank u wel. Ja, allereerst nogmaals excuus voor de late toezending, hoe het ook gegaan is. Ook even richting mevrouw Legans, van hoe kunnen we nou het praktische zeg maar oppakken. Kijk, als u zeg maar door de beantwoording nog het idee heeft van goh, ik heb technisch toch nog wel een vervolgvraag, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om zeg maar liefst morgen, uiterlijk zeg maar zondagavond, en die vervolgvraag te stellen. Dan kan ik kijken of dat maandag alsnog tot een antwoord kan leiden. Hè, zodat we dinsdag inderdaad het gesprek op de hoofdlijn en de inhoud kunnen hebben. Besef dat dit wel een niet door de week doorgaande procedure is. Maar ja, we moeten maar roeien met de riemen die we hebben, denk ik dan. Ik stel overigens vast dat zeg maar het aantal schriftelijke vragen gelukkig dit jaar beperkt was. Dus het geeft u misschien ook wel de gelegenheid om de vragen ook snel zeg maar, tot u te nemen. En dat geldt natuurlijk voor de hele raad. Maar dat laat ik ook natuurlijk uit aan de raad over. En daar moeten we dinsdag maar het beste van zien te maken. Dan de vraag van de heer Middelkamp. Ja, die betrof het aantal... de afwijkingen, de overschrijdingen. Er zijn er dus drie die geduid zijn. En ik snap daar eigenlijk uw punt niet helemaal. Want het gaat om drie dingen die ook geduid zijn met drie argumentaties. En u pakt hem meer in hoofdlijn op, hè, van goh, wat is de rol van de raad? Kijk, op zichzelf genomen is het zo dat de raad natuurlijk gaat over het budget. En als er sprake is van een overschrijding, dan is het aan u om dat te autoriseren of niet. De accountant gaat na of dit past binnen de marge, of dit nog rechtmatig is. Nou, de accountant heeft ook net aangegeven, gezegd van dit past wel allemaal binnen de marges. Als je kijkt naar de inhoud van die type van overschrijdingen, dan kunnen we vaststellen van, goh, er is wel een reden voor. Maar dat was niet uw fundamentele punt. Op zichzelf genomen is dit niet een bijzondere procedure. Bij elke jaarrekeningen wordt gewoon, zeg maar, vastgesteld van, goh, kan de raad dit accorderen of niet, inclusief dit soort punten. Als u zegt van goh, dit vergt een specifiek en expliciet besluit, hè, want dat is in feite de indirecte die u heeft, dan moeten we er even naar kijken. Als dat u helpt, dan wil ik daar natuurlijk even naar kijken. Dan heb ik hier staan 597, dat was een heel technisch verhaal. Ik denk dat we daar ook maar technisch op terug moeten komen. Ik geloof dat dat van de heer Mors was. Ja, en overigens heeft hij natuurlijk terecht uw vraag van ja, dat hondenbeleid, dat was wel iets waar uw fractie zich nogal mee druk gemaakt heeft. Nou, u ziet dagelijks de gevolgen ervan. Wij hebben de hoop dat het niet alleen is uitgevoerd conform de afspraak, maar dat het ook effect heeft. Volgens ons is dat ook wel zo trouwens. Mevrouw Legans, u vroeg dus naar van goh, hoe kunnen we dat oplossen, dat praktische probleempje. Hè? Dus nou, ik hoop dat we maandag zoveel als mogelijk eventuele nadere vragen kunnen beantwoorden. En dinsdag het goede gesprek hebben. Ja, en wat betreft de LBO, het verhaal van de baten en lasten, ja, die productnummers. En dat is eigenlijk een hele praktische suggestie van, goh, voeg die productnummers in. Ik zal eens even kijken of dat technisch makkelijk te doen is. Ik neem aan dat u er op zichzelf nog geen bezwaar tegen heeft dat we dat niet meer tussen nu en dinsdag doen. Want dan zou ik de organisatie op hol jagen. Maar dat we dit vooral als een suggestie meenemen voor volgend jaar. En dan gaan we dat doen. Oké, dank u wel. Voorzitter, volgens mij was dat het. Dat gaan we controleren. In Middelkamp. Dank u, voorzitter. Voorzitter, even over het eerste punt, de actie voor de gemeenteraad of niet. Ik citeer even de passage op bladzijde 54 voor de duidelijkheid. Daarom is het nodig dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze, dan wel onder welke omstandigheden, overschrijdingen op begrote lasten als passend binnen het door de Raad uitgezette beleid kunnen worden beschouwd. En dan gaat het natuurlijk om dat het nodig is dat de Raad nader opschrijft op welke wijze, et cetera. En daar hebben wij een actiepunt uit gedistilleerd, hè, dat de Raad geacht wordt nader te gaan omschrijven. En vandaar de vraag hoe u dat denkt vorm te geven. Dan wel dat u van de Raad verwacht dat wij u daar kaders voor meegeven voor een volgende keer. Dat kan ook en dan zullen we daar binnen de Raad ongetwijfeld een keer over komen te spreken. Misschien dat dit iets verduidelijkt op wat onze vraag behelsde. En daarnaast, voorzitter, hadden we nog een tweede vraag. Dat ging over de technische vraag die wij hadden gesteld en de manier van beantwoording. En daar bent u volgens mij, althans daar is de portefeuillehouder volgens mij, voorzitter, niet op ingegaan. Dus misschien dat dat in de tweede termijn nog even kan. Dank u. Ja, voorzitter, ik snap nu uit de aantekening dat dat de vraag was over 597. Ik heb het antwoord ook nog eens even op me laten inwerken. Ik begrijp dat uw vraag niet is beantwoord. Dus dat zet ik alsnog even uit. En ik hoop het ook maandag te kunnen presenteren, het nader antwoord. Zoals ik ook maandag even nadenk, hoop te kunnen reageren op uw suggestie van hoe gaan we nou zeg maar dat door de Raad uitgezette beleid als het ware vormgeven. Hè? Kijk, op zichzelf genomen gaat het om, het beginsel is altijd zo dat elke overschrijding is onrechtmatig. En dan is in de gemeentewet het zo geregeld dat het overigens wel kan dat je overschrijdingen hebt die passend zijn bij het beleid. En als je kijkt naar de inhoudelijke duidingen, dan denken wij, ook gedekt door de accountant overigens, dat het hier het geval is. Als u de behoefte heeft om aan te geven als raad, als kader, van goh, wat zijn nou de gevallen waarin wij vinden dat dat passend is, dan moeten we daar eens even goed over nadenken. Dat zou de strekking kunnen zijn van een antwoord. Ik ga daar maandag eens even op kouwen. Ik wil er ook in het college uiteraard even over hebben. Maar dat zou er kunnen leiden tot een notitie hoe we dat volgend jaar precies gaan doen. Want dat is dan het volgende moment, hè, waarin we het moeten gaan vaststellen. Dank u wel. Nee. Nou, dan hebben we ook dit agendapunt gehad. Ik geloof niet dat ik hoef voor te stellen dat het een bespreekstuk is in de Raad. Besluitvorming, hè? Besluitvorming, behandeling dinsdag, besluitvorming. Ja. Pas als het sociaal domein compleet is. Jawel. Sociaal domein compleet inderdaad, maar dat is bijna jaarlijks terugkerend gebeuren, heb ik wel begrepen. Voorlopig koersen we op bespreking in de Raad. Maar niet besluitvormend. Maar niet besluitvormend. Besluitvormend als sociaal domein. Met andere woorden, als mevrouw Lagas antwoord krijgt op haar vraag. Hebben we hiermee agenda punt 3 gehad. Gaan we naar agenda punt 4. Het aanbieden van conceptjaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Wie daarover? In Middelkamp. U mag, heer Middelkamp. Gaat u gang. Voorzitter, opnieuw bedankt. Het gaat over drie puntjes. Allereerst viel ons op dat er in 2017 voor 8,5 miljoen is ingehuurd. En dat is ongeveer een derde gedeelte van de lasten, de eigen personele lasten van, zo uit mijn hoofd, om en nabij de 33 miljoen. En daar waren we toch wel lichtelijk over verbaasd. En we zouden daar graag van de portefeuillehouder een reactie op horen hoe dat getal zo hoog kan zijn. Dan, voorzitter, zien we dat er begroot is een investering in diverse apparatuur ter grootte van ongeveer 1 miljoen. En voordat ik de vraag stel, voorzitter, wil ik graag aangeven dat we hebben getwijfeld wat het moment zou moeten zijn waarop we deze vraag zouden moeten stellen. In eerste instantie waren we niet van plan om dat hier en nu te doen, maar op een wat later tijdstip. Maar aangezien dat later tijdstip niet op hele korte termijn plaatsvindt en toch deze stukken voorliggen, en het zijn ook openbare stukken, wil ik de vraag alsnog stellen. En die gaat over enerzijds het dilemma van de ontvlechting en de onderhandeling waar Ommen met Hardenberg in is verwikkeld. En anderzijds het feit dat er voor 1 miljoen aan diverse vervangende apparatuur, auto's, machines en dergelijke, dat is ergens keurig netjes uitgewerkt. Bladzijde 13. Waar die getallen allemaal zijn uitgewerkt. En de vraag is... Is dat nou wel handig, dat als we uit elkaar gaan, dat we dan nu eerst nog even op het scheiden van de markt met elkaar afspreken dat we voor 1 miljoen gaan investeren? En de derde en meteen laatste vraag, voorzitter, gaat over de verdeling van het positieve saldo van afgelopen jaar bij de BOH, zijnde ongeveer €850.000. En dat is natuurlijk een mooi bedrag als je aan boedelscheiding doet, om kritisch en scherp aan de wind te kijken hoe je in de onderhandeling daarmee omgaat. Dus deze vraag ligt in het verlengde van de vorige. En zou je dan de keuzes moeten maken? En ik zal, het is opgesplitst in een drietal delen en ik zal dat niet allemaal herhalen, dat hebben we allemaal kunnen lezen. Is het wijs om daar nu met z'n allen voor te gaan, of is het misschien wijzer om daar een zienswijze voor in te dienen, dat we daar anders over denken? En we beseffen ons heel goed, voorzitter, nogmaals, dat dit de onderhandelingen die gaande zijn doorkruisen. En daarmee is het tevens een beetje ongemakkelijk om deze vragen hier en nu te stellen, maar... Andere momenten voor komende dinsdag zijn er niet, dus we hebben ze toch maar gesteld. En dat waren ze, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb goed begrepen dat er verder geen vragen zijn. Nee. Dan krijgt de portefeuillehouder, de heer Vromen. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Hele begrijpelijke vragen die zijn gesteld in het licht van de... Ja, discussie waar we met onze Hardenbergse collega's op dit moment in verkeren. Ik denk de eerste vraag die betrekking heeft op de rekening 2017 stelt u terecht. Hoe komt het nou dat er zo'n grote inhuur plaats heeft op dit moment? 3,3 miljoen euro. Sorry? 8,5. Als u kijkt naar de invulling van de personele formatie op dit moment, dan is op dit moment tussen de 17% en 19% van de formatie zijn mensen die een tijdelijk dienstverband hebben. Of zijn ingehuurd, externen die zijn ingehuurd. Het is op dit moment belangrijk om de lopende dienstverlening gaande te houden. En er is heel bewust voor gekozen, ook naar de toekomst toe, om dat zo ook vast te houden, om een ontvlechting eenvoudiger te maken. Ook in het afgelopen jaar is vastgesteld, en dat is nog voor de periode van de ontvlechting, dat het verstandig is om plekken tijdelijk in te vullen. Dat is een heel hoog percentage, maar dat bleek op dat moment wel nodig om de dienstverlening overeind te houden. Dus dat is de achterliggende gedachte. Dus dat is ook wat mij betreft het bruggetje naar, naar de begroting. Want u stelt ook de vraag over hoe zit het nu met die investeringen die worden voorgesteld. Moeten we dat op dit moment wel doen? De afspraken die met de directie zijn gemaakt door het dagelijks bestuur en gesanctioneerd door het algemeen bestuur is: doe alles om de dienstverlening op dit moment gaande te houden. En daar horen ook deze investeringen bij. Met die kanttekening dat we zo min mogelijk hypotheek naar de toekomst willen hebben. Daar waar het over investeringsmiddelen gaat, is natuurlijk zo, als het om tractie gaat, afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt over de vorm van ontvlechting, dat weer een verdeling zal plaats hebben. Dus het is niet zo dat die middelen in de ene boedel zijn gebracht en er niet meer uitkomen. Dus er zal straks in het kader van ontvlechting ook weer aandacht aan worden besteed. En we begrijpen heel goed het dilemma, zoals u dat schetst. En dat is natuurlijk ook een dilemma waar wij mee worstelen, ook als bestuur. Als bestuur van de BOH. Maar natuurlijk in een andere positie ook als bestuur van, als college. Hoe gaan we daar zorgvuldig, hoe gaan we om? Hoe zorgen we dat we dienstverlening zoveel mogelijk overeind houden? En aan de andere kant, hoe maken we het mogelijk om straks die ontvlechting ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden? We verwachten overigens, en dat is ook eerder al gecommuniceerd, we verwachten overigens dat we ergens in de loop van juni tot voorstellen zullen kunnen komen om met uw raad te spreken over de ontvlechting. En dan zullen we naar ik verwacht daar ook verdere antwoorden op kunnen geven. Ik dank u wel. Ja? Nee, tevredenheid beantwoord zie ik. Als hier verder geen vragen over zijn, dan hebben we ook agenda punt 4 behandeld. Ook dit levert een bespreking op, denk ik. Ja. Dan gaan we naar agenda punt 5, rondvraag. Er zijn geen vragen voor ingediend, zodat we ook dat agendapunt hebben gehad. Dan is 6 sluiting. En dat is bij deze gebeurd. U mag op tijd naar huis. Dank u wel voor uw aandacht.